Het is de Junior Riding Experience. Ja. En je doet het al een paar jaar, of niet? Ja, klopt. Dit jaar hebben we eigenlijk zelfs een jubileum. We staan nu officieel 10 jaar hier in Lichtenvoorde, want daar is het begonnen. Dus 10 jaar lang doe ik dit al, ja. Ik ben ooit zelf begonnen met motocross en toen kwam ik erachter dat er geen trainers zijn die echt iets leren. Je moet een crossmotor kopen en dan moet je zelf zien dat je het aanleert. Er heeft daar een man, Fons Nijhoff, heeft me daar toen bij geholpen. En toen dacht ik later, toen ik ouder werd, dacht ik, hé, ik moet daar iets mee gaan doen. Toen ben ik motorsporttrainer, cursus gaan volgen bij de KNMV. Maar nog steeds ontbrak eigenlijk de tools. Ja, want je kan dan wel zeggen training geven, maar dan moet je nog steeds kinderen hebben met een motor. En ik wilde juist de motocross naar de families toe brengen in de stad. Of naar mensen die geen motocross achtergrond hebben. Nou, en met dat idee heb ik met ondersteuning van Yamaha Motor Nederland, waar ik toen voor werkzaam was. Heb ik een motortje of twee kunnen lenen. En ben ik met een heel klein busje begonnen hier in Lichtenvoorde. En dan zet ik een motortje neer en dan kwamen mensen en kindjes echt heel simpel rondje rijden. Ja, en dat verhaal is op een gegeven moment groter en groter geworden. En nu staat er met een grote vrachtwagen, een trailer en 30 mensen die mij komen helpen op deze dag. Nee, in principe is als de baan, zoals je hem hier achter mij ziet, dat is een opblaasbaan. Dat is een air fence, noemen we dat. Dat is voor een stukje veiligheid. Dus het is eigenlijk altijd wel hetzelfde rondje wat ze rijden. Maar het liefst sta ik eigenlijk op evenementen waarbij ook het publiek anders is dan bij een motocross evenement. Want ja, ik wil eigenlijk dus het motocross bij de andere mensen neerleggen. Ja, en Zwarte Cross is natuurlijk motocross, maar ook heel veel festivalbezoekers met kinderen. Ja, en dit maakt dit festival ook wel uniek en dan ben ik blij dat ik hier mag staan. Er is een jongen, Lars Ikink, die komt hier uit Lichtenvoorde. Die familie heeft geen motocross achtergrond gehad. Die kwam hier voor het eerst rijden bij de Junior Riding Experience. En die kwam eigenlijk voor de quad. En toen was hij aan de beurt en toen ging hij toch op de motor zitten. En toen is echt letterlijk het crossvirus toegeslagen, want hij rijdt nu. In de lokale kampioenschappen staat hij voor mij derde in het klassement. De jongen heeft er heel veel plezier in, wat heel belangrijk is. En de ouders ook. En nou voor mij zelfs, de oudste zus is ook gaan motocrossen. Dus ja, uiteindelijk mijn zaadje van de motocross wat ik geplant heb bij hun, ja, is nou verder gegaan. En zo hoop ik de motorsport ook weer naar een hoger level te tillen. Ja, en wie weet heb ik straks wel de nieuwe Jeffrey Hellings, die heet dan Lars Ikink, die bij mij begonnen is. Ja, hoe mooi zou dat zijn?